Deze nieuwsuitzending is in het kader van de aanstaande Europese verkiezingen. van 23 mei 2019. Dat is over een week of. ja, het is nou donderdag, precies over. Ja, niet helemaal precies. Het is over drie weken en één dag. Dus donderdag 23 mei. Toch? Klopt toch? Ja, toch. Nee, het is over woensdag. Oh, dat verreken ik mij. Nou, maakt het niet uit. Donner, uh, woensdag 23 mei. Of is dat toch donderdag? <laughs> maar dat maakt geen donder uit. Ik ga toch niet stemmen. Dus vandaar dat het mij ook geen bied interesseert. Maar in het kader van die aanstaande Europese verkiezingen uh, hou ik dus nu deze uitzending en het onderwerp is immigratie. Ik heb uh, kritiek gehad op mijn uitzendingen. Van een man en die heet Blue Eyes Devil. Nou, zo is hij niet geboren, neem ik aan. Ja, ik sta op YouTube met mijn voornaam en mijn achternaam. En dat vind ik mooi genoeg. Maar die man is dus kennelijk niet. Hij heet waarschijnlijk Jan van der Buitenvoorde of zo. Maar... Hij schaamt zich voor zijn moeder, denk ik. Dus hij heet Blue Eyes Devil. En die zei: Ja, je moet die uitzending jou moet je. Korter houden en minder dan 10 minuten, want anders is de aandachtspannen weg van de mensen. Je moet een betere microfoon gebruiken en je moet duidelijker articuleren. Hij stelde ook nog voor dat ik filmpjes erbij zou doen en daar het laatste, daar heb ik geen zin in. Ik zou niet weten wat ik moet filmen, namelijk als ik het heb over de immigratiepolitiek van de Europese Unie. Dat is het onderwerp van vandaag. En binnen de tien minuten moet ik even duidelijk maken waar het om gaat. En ik moet iets nieuws vertellen. Dat vond hij ook erg belangrijk. En niet alleen maar komen met oude koeien. Nou, ik vond het nogal uh, opmerkelijk nieuws dat ik een tijdje terug in de krant las. Of op het internet moet ik zeggen, want ik heb geen krant. Uh, er stond dat een Hongaarse parlementariër, premier of zo. Die had gezegd, uh, immigranten, daar hebben we er genoeg van. Nu even een tijdje helemaal niet. Ja, waarom niet? Hè? En er is er een bobo geweest in Zweden. En die zei: Ja, maar dat kun je zomaar niet. Want Hongarije, dat zit bij de EU. En uh, ze moeten van de EU immigranten opnemen. En als ze dat niet doen, dan vind ik dat ze een geldstraf moeten krijgen. Ja, ja. Dat zegt iemand in Zweden. ...over die Hongaren. Eh? Nou, dus jullie... ...met jullie korte aandachtspannen... ...je kan het dus nu ophangen. <laughs> Kun je wat anders interessants gaan doen. Ga je naar Netflix kijken of zo. Dan heb je wel bewegende beelden. Ik ga er nog even lekker over door... ...voor de mensen die wel een beetje aandachtspannen hebben... ...dat dit soort dingen... ...komen door de EU... ...en zijn wanstaltig... Ik vind dat als de Hongaren vinden dat die ene vent uh, hun de premier mag worden en die man zegt: er zijn genoeg burenlanders hier. We hebben er van. Het is nou even mooi wist. En er komen er niet meer bij voorlopig. Als die Hongaren dat vinden, dan vinden die Hongaren dat en dan is dat zo. Punt. Kijk, het barst van de landen op deze wereld. waar men niet in staat is om te zorgen voor eigen huis en haard. Daar hebben ze hele vreemde gedachten over sociale normen en waarden. Ze denken ook heel raar over dingen als milieu. En dan willen die mensen daar weg, bijvoorbeeld uit Somalië. En dat komt dan maar naar Europa toe. En hoeveel procent van die vluchtelingen gaan naar Saoedi-Arabië? Nou, nul. Hoeveel gaan er naar Israël? Ja, nul. Hoeveel gaan er naar Turkije? Ja, nul. Ja, maar ze gaan wel naar Hongarije. En naar Zweden. En naar Duitsland. En naar Denemarken. En naar België. En naar Frankrijk, en naar Engeland, en naar Nederland, en naar Polen. Polen heeft een hele bak buitenlanders opgenomen, maar dat waren geen Aziaten of mensen uit Syrië of uit Afrika. Ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Wel het hele arme gebieden. Ze hebben die mensen opgenomen. Maar er wordt nu tegen Polen gezegd, ja, als je de mensen opneemt, dat is wel heel vriendelijk, maar dan moet, dan moet wel zoveel procent uit Afrika komen. Ja, je moet eens weten hoeveel mensen er in Afrika wonen. Die kunnen wij toch niet hier allemaal gaan opvangen? Dat is belachelijk. De emigratiepolitiek, die is dodelijk voor Europa. Hier in Arnhem is 30% van de... Inwoners, die, dat zijn geen Nederlanders. Het aantal culturen en talen hier in Arnhem, dat is denk ik 50 à 60. Maar mensen die elkaar niet verstaan, hoe moeten die met elkaar omgaan? Ja, maar die buitenlanders die krijgen toch echt wel Nederlandse les? Ga toch weg, man. Daar hebben ze helemaal geen zin in. Ja, ze leren Nederlands zoals ik uh, Frans kan. Depression, s'il vous plaît. Hij kan geen Frans. Die mensen kunnen helemaal geen Nederlands. Daar kan je ook geen taalgrapjes tegen maken. Ze snappen dat helemaal niet. En ze worden boos ook nog als je daar een taalgrap tegen maakt. Dan denken ze gelijk dat ze beledigd worden. Dat moet je ook helemaal niet doen. Dus daar zou de Nederlandse overheid ook een, een dossier over moeten maken. Maar voorzichtig omgaan met die vreemdelingen. En behandel ze vooral, uh, ja, praat in eenvoudige woorden en dat soort dingen. De Somaliërs die hier naartoe komen, ik zou niet weten waarom hoor. Maar er komen hier bakken met Somaliërs naartoe. 70% heeft een uitkering. En het ziet er niet naar uit dat die situatie binnenkort gaat veranderen. Dat ze in ene aan het werk gaan. Je ziet ze hier staan hoor in de binnenstad. Daar haal dat land ervan op straat. Ja, wat moeten die mensen anders doen? Een, een, een land met een cultuur die ze helemaal niet kennen. Een cultuur die ook verschrikkelijk veranderd is door een hoog percentage aan immigranten. Waardoor wij het ook niet meer weten. En dan moet iedereen maar hier een beetje gaan lopen aarde. In een grote, dat noemen ze op zijn Engels, een melting pot of cultures. De multiculturele samenleving. Maar dat kan helemaal niet. De, je hebt niet zoiets als een multiculturele samenleving. Een samenleving heeft per definitie één cultuur. We hadden hier vroeger al een probleem, dat, dat we twee culturen hadden. Namelijk uh, de katholieken en de protestanten en een handjevol mensen die niet meededen aan die keuze te maken. Nou, er eigenlijk drie culturen. En dat was het dan. En de katholieken die zaten netjes in Brabant en Limburg. En de protestanten zaten netjes boven de rivieren. En als het carnaval was, en, uh, nou, dan gingen ze daar beneden in Brabant en Limburg allemaal rare dingen doen in de uh, winterkou. En wij, de protestanten, dachten we: ja, je moet een gaatje in je kop hebben. Om een beetje maf te gaan lopen doen in de winterkou. Ja, ik heb het niet zo op mijn katholieken. Dat mag je inmiddels begrepen hebben. He? Maar wat we nu hebben, ja, heb je ook nog Ramadan. Ja, carnaval, ramadan, en dan hebben we zakenfeest. En wat nou weer, weet je wel? Dat... En kijk je naar de winkels en het voedselaanbod. Ja. Iets als stokvis, dat is niet meer te koop. En waarom niet meer? Ja, maar je dan bakkeljauw kan je dan nu wel kopen. Ja, vroeger hadden we stokvis... Zou je een onderzoek naar moeten doen? Maar die typisch Hollandse producten, zoals schorseneren en zo. Nou, zie je uit naar te krijgen: snijbietjes. Dat is niet meer. Hier in Arnhem is niet eens meer een groenteman. Ja, dat gaat onze Nederlandse cultuur. En dan die immigranten hier allemaal een beetje verweestelijkt uh, verweest, moet je zeggen. In de rond te lopen kijken. We kennen een man, die komt uit Turkije, Ali. Best een aardige gozer. Nou, Turkije is helemaal geen lid van de EU, maar om een of andere reden mocht die kerel hier zonder minder binnen. hij heeft ook nog een vrouw en kinderen en alles allemaal uh, heel gezellig. En ik vroeg aan Ali. Uh, die rende toen een, een tent. Ze, ze uitbater. Hij was niet de eigenaar van die tent. Want zat dus. Ja, inmiddels is die tent gesloten op last van de gemeente. En boze tongen zeggen dat het te maken had met de handel in cocaïne. En ik wist. Dat, ja, Ali heeft mij dat verteld. Dat Ali tegen mij zei: van, Ja, ik, ik rook geen tabak. Ik rook geen wiet. Ik drink geen alcohol. En ik snuif af en toe een beetje coke. Dat is het enige wat ik doe. Ja. Dat mag toch wel? Ja, van mij mag iedereen snuiven, slikken, wat hij maar wil hoor. Dus, uh... En ik zat er ook een keer in die tent. En iemand naast mij, die vroeg aan Ali: Van ken ik even. Ja? En Ali zei: Ja hoor, moet je even naar achteren komen. Nou. Het was een soort distributiepunt. Zo. Voor de dealers kwamen daar. Groot afnemers, maar als je een vriendje van Ali, dan legt hij een tientje neer of zo, of weet niet wat het kost. anyway, ik vroeg aan Ali uh, in die tijd dat die tent open was en niet gesloten was op last van de gemeente, <laughs> vroeg ik aan hem van, wat wil jij nou doen als je met pensioen bent? Hè? Zo. Oh, zei hij, nou, dat wil ik terug. Ja. Ik was een keer bij hem. Omdat hij echt heel bedrukt zat. Dus ik je Ah, die wat is er aan de hand, man. Ja, het is echt een heel slecht weer. En zijn ouders die wonen daar nog in Oosterkeien. Het heel slecht weer daar. Allemaal sneeuw en ijs. Ja, en... nou, ik maak me toch wel een beetje zorgen om die twee oude mensen. Je zit in zo'n bergdorpje. Ja, dan ben je mooi de bok als het zo slecht weer wordt, met sneeuw en ijs. En Ali wil dus terug. Ja. En ook zo'n ander Turks gezin. Dat, dat zoontje heeft eetproblemen. En, en die man die heeft geen goede baan. En, en die vrouw die werkt als doktersassistente. Maar dat is ook maar part-time. Dat zijn wel hele aardige mensen hoor, Ja. Verder niks te nadele of zo. Dat is echt wel vriendelijke lu. Maar wat hebben ze hier nou? Ik ben bij die mensen thuis geweest, hè? die familie. En dan zie je die woonkamer. ja. Er staan wat van, die, van dat Turkse meubilair staat erin. Hè? Met, met gouden ornamenten of zo. goudkleurige ornamenten. Een paar van die gipse beelden en zo. En voor de rest die boekenkasten. Ja, daar staat anderhalf, anderhalf boek. En een stapeltje enveloppes van de post, van de belastingdienst of zo. En dat was het dan. Een hele kale woonkamer. We hadden nog een leuke woning ook hoor. Een eensgezins dingetje. Voortuin, achtertuin. En die tuin was helemaal leeg. Ze dus hebben een beetje gras, ze hebben tegels en, en klaar. Kortom, die mensen komen helemaal niet tot bloei. Niet op de Nederlandse manier. En ik ook zijn vent uit Marokko. En daar ben ik ook bij thuis geweest. Een hele aardige kerel, daar is helemaal niks mis mee. En die zei, ik ben blij dat ik hier ben. Want hij is geboren en opgegroeid in Casablanca. Dat is die uh, kuststad in Marokko. En hij was, toen ik hem dus sprak, de laatste keer zo'n beetje dat ik hem sprak... was hij op vakantie geweest al daar. Oh, zei hij, de lucht is daar zo smerig. En het afval, dat ligt er op straten. Kijk, hier in Nederland, uh, hier dan op de Rodeburgstraat... dat wordt woensdagochtend vroeg... Wordt het vuilnis opgehaald. Nou, dan komen de eerste vuilniszakken keurig dicht. Met een dingetje eromheen. Helemaal geen troep en zo. En netjes vuilniszakken. En dan de eerste vuilniszakken. Die worden dinsdagochtend neergelegd. Nou, aan dinsdagavond ligt er dan. Uh, een zakje of. 10, 15. Want er wonen hier aardig wat mensen. Nou, woensdagochtend is alles weg. En dat vuilnis. dat... Dat wordt niet eens afgesproken, maar iedereen legt het op dezelfde plek. Ja, ik kan het ook hier gewoon uh, gelijk als ik mijn potiek uitkom, dan zet ik het op de stoep. In de zin van ze vinden het wel. Nee, dat doe ik niet. Ik kijk dan even van uh, ja, waar is de, de buurman begonnen. Er zijn iets een beetje twee plekken. Er is een, een, een reclamezuil, maar even verderop is er uh, zo'n parkeerautomatenzuil. Nou. Oh. Nou, en dat is soms een beetje de plek geworden. Ja. Dat is lekker handig voor die faunuslui. Dan komen ze aan en ook bij de reclame zelf staat niks. Oh, alles staat bij de parkeerszaal. Nou, dan nemen ze alles mee en zijn ze weer weg. Ja, dat is Nederland, hè? Een lekkere frisse lucht. Nou, in Casablanca is dat wel anders. En die man was hartstikke blij dat hij weer terug was. Hij heeft een tijdje gewerkt als... Conciërge op een, uh, op een school. Maar ook al jaren niet meer. En dan zit op een uitkering en dan komt hij nooit meer vanaf. Ja, hij kan wel solliciteren, maar ja, zijn Nederlands is. Uh... Ja, hij woont al meer dan twintig jaar in Nederland. Dertig jaar of zo. Zijn Nederlands is niet best. Zijn Frans is beter dan zijn Nederlands. Ja. Opgegroeid in uh, Marokko. En daar leer je Frans. En op school heeft hij uh, La Peste van Albert Camus gelezen. In het Frans natuurlijk. Ja. Ik heb La Peste van Albert Camus ook gelezen. Ik heb het hier in huis. Erg mooi roman. In het Nederlands. Ik weet wel waar het over gaat. Speelt zich af in Marokko, by the way. La peste van Camus. Albert Camus met die mooie uitspraak: De mensen sterven en zijn niet gelukkig. En dan vind ik dit een reuze medelijden met die, die Marokkanen die hier zitten met een uitkering. Ik ken er ook eentje, dat is een ongelofelijke oetlel. Want die heeft een keer mijn wiet gehad. En dat vond ik niet aardig. We zaten in Café de Wacht aan een kleine ronde tafeltje. Ik had een tientje wiet gehaald. En dat had ik uh, midden op het tafeltje gelegd. Want ja, ik zit daar niet in mijn eentje te blomen. En ik maak geen joints. Dus ik maakte een stikje voor, voor mezelf. En ik legde dat zakje neer. van nou, Als jullie wat willen, dan pak je maar wat. Ja. Yeah. Op die uh, vriendelijke Marokkaan. Uh, die ging met een vrouw. Er zat een vrouw bij. En... Ja, je kan wel voorstellen wat ze gingen doen met z'n tweeën. En zo, uh, weggaan, blablabla, bla bla, een beetje rumoer. Hoppakee, en mijn wiet was weg. Ja, dankjewel, meneer de Marokkaan. Die woont ook alweer 30 jaar hier in Nederland. spreekt absoluut heel erg slecht Nederlands. Ze kan ze op een baan, ja, hou maar op. En laatst hoorde ik dat die vent dan. Uh, Speed verkoopt. Maar van een hele slechte kwaliteit. Ze dus werd echt gewaarschuwd. Ik was toen aan het vragen: van een uh... speed vind ik wel lekker. Ja, ik doe het nou niet meer. Maar... En ik kocht het nooit. En ik dacht: van kom ik, ga het een keer kopen. En ik kreeg het wel eens aangeboden van iemand. En dat vond ik wel lekker. Dan kom ik, koop het een keer. Dan vroeg ik aan iemand van, ja wij, dat kun je de kopen. Ja, dat is die naam van die Marokkaan genoemd. Maar werd erachteraan gezegd, doe dat maar niet bij hem, want het is rotzooi. Toen dacht ik, oh, nou, ze vult die zijn uitkering aan. Ja, wat moet je met zo'n Marokkaan? De Marokkanen die ik ken, die, die zitten op een uitkering. En sommigen die verdienen wat bij met uh, de doorverkoop van speed. Dus het wat levert dat ons op? Ja, helemaal niks. En is het onze taak om die Marokkanen te helpen omdat ze Casablanca helemaal naar de gatsvergats gats hebben geholpen? Nee, natuurlijk niet. Als hun, die Marokkanen, denken dat ze zo willen leven in Casablanca, waar iedereen zijn afval op straat smeert, smijt, pleurt. En dan moeten ze lekker zelf eten. En moeten wij ze gaan vertellen in het Arabisch en in het Frans van... ...hé, uh, stel hey, je mokroos, ruim je rotzooi op. Met vriendelijke groeten van Nederland. Ja, dat lijkt me voldoende ontwikkeling zo op. Ik verslik me even in mijn thee. <laughs> en de Europese Unie, die drijft de, die, die emigratie door... Keer ik weer terug naar het begin, dat die Hongaren hadden gezegd, uh, wij vinden het uh, eventjes hartstikke leuk en mooi geweest, hè? we willen gewoon niet meer. En dat dan uh, als een of andere Zweedse EU-pro-figuur uh, uh, dan zegt, oh, dan moet Brussel een sanctie opleggen en dan moeten die Hongaren boete gaan betalen. <coughs> Dit is pure onderdrukking. Wij hebben geen behoefte aan die mensen, punt 1. En punt 2, wij zijn ze niets verplicht. Huh? Mensen die niet goed kunnen zorgen voor hun eigen land... die zijn wij niet verplicht te helpen. Toen in 1953 de dijken doorbraken... met die uh, wat is het? springvloed en springtij of zo... Huh? met die noordwestenwind en in Zeeland en een stuk van Brabant, helemaal vol met zout water. En heel wat mensen zijn er verdronken, heel wat uh, vee is er verdronken en zo. Toen hebben wij hulp gekregen van Europese landen. Of landen in Europa, onder andere van Polen. En die hulp was van korte duur. En toen hebben wij tegen al die mensen, al die landen die ons zo vriendelijk kwamen helpen, hebben wij tegen die mensen gezegd. Nou, hartstikke bedankt voor het helpen in, hè, met de grote nood. Maar de rest kunnen we zelf wel. En die uh, het Deltaplan. Ik moet even niezen. Dat hebben wij zelf doorgevoerd. Dat hebben, niet, dat hebben geen Kenianen voor ons gemaakt. Of Somaliërs. Ja, dat hebben we zelf gedaan. ...uit eigen portemonnee betaald. En zo hoort het ook. Een bevolking dient te zorgen voor hun eigen land. En wat hebben we nu van elkaar gekregen? Want Nederland was vroeger één groot moerasgebied. Er is een verhaal bekend van een Romeinse veldheren... ...die hier naartoe gestuurd was. Van, ga dat eens even veroveren. Dat hij een koerier heeft teruggestuurd naar Rome... ...en gezegd van, uh, 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 laat maar zitten... Want je kan niet wel veroveren, maar wat je verovert, dat is een land, dat is leuk voor kikkers en beren. En muskieten in de zomer. Daar kan je geen mensen laten wonen. De onmenselijke leefomstandigheden. Onbewoonbaar verklaard gebied was het. Ja. En moet je het nu zien. We hebben Noord-Holland. Noord-Holland was vroeger een gatenkaas. Groningen. Dat liep de god de hele tijd onder water. Ja, wat hebben wij gedaan? We hebben dijken aangelegd. We hebben Noord-Holland, uh, we hebben die, die polders. Die hebben, we, die hebben wij leeg gepompt, leeg gemalen. Met windenergie in eerste instantie. Ja, Daar halen we meer polder. Dat heet toch Haarlemmermeer? Dat was het meer bij Haarlem. Nou, dat is nou geen uh, meer, meer. <laughs> nee, dat is de Haarlemmermeerpolder. Daar wonen nu mensen. Daar is landbouw, veeteelt. Maar Schiphol, ja, Schiphol ligt in de Haarlemmermeer. Je hebt die ringvaart. Ja, dat, waar al dat water in gepompt wordt en dat wordt weer afgevoerd... Wij hebben dit land gecultiveerd. En dan komt hier eventjes een hele partij van die mensen van buiten. Van ja, we hadden op het meteen in ons eigen land ook kunnen doen. Maar wij vinden het makkelijker om naar Nederland te komen. Want het is al gecultiveerd en alles lekker klaar. En mag ik een uitkering, AUB? Ja, en de EU zegt dan ja, dat moet. Nederland is verplicht om zoveel mensen per jaar op te nemen. En dan had je het niet over 10 à 20. Nee, dan gaan we met enorme aantallen. En wordt het minder? Nee, helemaal niet. Dan kom je erbij? Het wordt alleen maar meer. Naar mijn mening. Ja, of ik maar gek. Dat mag je ook zeggen. Maar ik heb niet het idee dat het de goede kant uit gaat. Ja. Allemaal dankzij de EU. Ja, niet alleen. Want het is aan onze politici die doen er zo vrolijk aan mee. Dat geintje met het naar binnen halen van die mensen uit Marokko, dat was puur omdat die multinationals hier, die hadden last van, noem het maar mondige arbeiders, die weigerden te werken in uitermate smerige arbeidsomstandigheden. Dat waren de jaren 70, de jaren 80. Ja, in Wageningen, waar ik gestudeerd heb, ik heb milieuhygiëne gedaan. Daar, was, daar had je meerdere specialisten, specialismen. Je had lucht, dat deed ik. Je had water, watersuivering heette dat. En je had bodemverontreiniging. En als vierde stroming had je arbeidshygiëne. Wageningense studenten die gingen metingen verrichten. Bij industrieën. En stelden wantoestanden aan het licht. Brachten wantoestanden aan het licht. Met veel te hoge concentraties aan koperdampen en zeg het maar. Ja, dan gaan de arbeiders dood. He? Ja, dan haal je gewoon van die ongeletterde Marokkanen hier naartoe. En die, ja, die weten helemaal van niks. Ja, die gaan wel aan massen tankers schoonmaken zo'n leuk verhaaltje geschreven door Maarten Biesheuvel, volgens mij heb ik dat hier nog. Dat heet Tankercleaning. Dat is dan een roman, maar, uh, het beschrijft een fenomeen. Schandalig wat er toen gebeurd is. Ze hebben met opzet, hebben ze analfabeten hier naartoe gehaald. Met als gedachte van ja, die kunnen nooit de weg naar de Hogeschool van Wageningen vinden. Om daar te vragen om een aantal studenten die te komen, om te komen onderzoeken wat de kwaliteit van de lucht is. Wat de kwaliteit van de werkatmosfeer is. Onze politiek heeft daaraan meegewerkt en onze politiek die, uh, die zit nu dus samen te spannen met de politiek uit Frankrijk en de politiek uit Duitsland en uh, noem het maar en dat hult allemaal samen in Europa. Europa is uh, de ramp. Uh, uh, de EU, hè? de EU is een ramp voor de regio die Europa heet. Dus meer of minder EU, dat is net zoiets als uh, weer je meer of minder huidkanker. Hey, je wil niet minder huidkanker, nee. Je wil geen huidkanker. Ja, ik laat even een stilte vallen. Er zou een politieke partij moeten komen die dan stelt, van nou wij schorten alle betalingen aan de EU, die schorten we op. We betalen niet meer. Punt. Maatregelen vanuit Brussel en Straatsburg, daar zijn wij niet aan gehouden. Wij bepalen het zelf. Wat wij als Nederlander willen voor Nederland. Punt. Het is ons land. En het is niet van de EU. Zo is het. En daar zou je een politieke partij voor moeten hebben. Nederland soeverein. En wij betalen niets meer aan de EU het is afgelopen we hebben niets dan ellende gekregen als dank voor al die miljarden euro's die wij gestort hebben op bankrekeningen van de EU wij zijn zeg maar als een vrouw die geslagen wordt door haar man terwijl die vrouw de, in, de kostwinnaar is. Dus een vrouw die verdient het geld. De man zit thuis een beetje te zuipen. En als die vrouw terugkomt van haar werk, dan krijgt ze nog klappen ook. En die vrouw mag zeggen van ja, maar die man die, ja, die bedoelt het heel goed hoor. En ik ga toch weer naar hem terug. En als je dan tegen die vrouw zegt: Ja, maar waarom? Want jij bent de kostwinner. Waarom zet je de man die, de die deur niet uit? Ja, maar. Kijk, dat hij mee slaat. Dat is, uh... dat is toch een vorm van aandacht die ik ervaar. En... Ja, en hij heeft dat ook moeilijk hoor. Dus. Ja, daarom kan die ook niet werken en. Uh... Ja. <laughs> Heb je? Wij zijn zielig. Wij zijn pathetic dat wij de EU accepteren. We zouden al die verkiezingsborden voor de Europese verkiezingen, die zouden wij moeten bekladden. Of iets anders, iets ludieks. Verzin het maar. De, die Brits, die heet dan uh, Pat Condell. Die zegt dat je wel moet gaan stemmen. En dat je dan uh, moet stemmen op een uh, Independent Party. Zoals UKIP. United Kingdom Independent Party. Met Nigel Farage. Dat zegt Pet Kondel. Ja, ik zou niet weten welke partij hier in Nederland zo is. Degene die daar het dichtst bij in de buurt komt, dat is de PVV. Maar ja, die roepen al jarenlang dat ze zo kritisch zijn op de EU en dat levert helemaal niks op. Want aan de ene kant ben ik, het, ben ik het eens met de PVV dat ze weg willen uit de EU. Maar ze zijn niet in staat om samen te werken met de FVD. Dat bleek laatst dan weer. En regelmatig zijn er weer schandaaltjes. Want dan heeft hij, uh, Geert Wilders, weer iets lelijks gezegd over een, uh, een kopvoddenbelasting. En met een kopvod bedoelt hij een hoofddoek. Dat is gelukkig ook weer een paar jaar terug, maar ik ben dat begrip niet vergeten. En de gemiddelde Marokkaan of de gemiddelde Mohammedaan al helemaal niet. Laat het even gezegd zijn. Mijn volgende uitzending gaat over de financiën van de EU. Nee, maar dan gaan we lachen. Nou, hé hey mensen. Reuze bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. En op zijn hamburgers. Zag ik Tjus. En dag soevereine Nederlanders!